Om 7:30 meldt Guy Hartman zich voor de training in de Maastrichtse wijk De Heeg. Goedenavond. 18 rolstoeldansers maken zich klaar voor Koningsdag en hun dans voor Willem-Alexander en Maxima. Marion Hietz is trainster van de dansers en zoekt nog even naar de goede muziek. 122. Ja. Zit je zelf ook in de stoel? Ja, ik ben ook beperkt. Dus ik moet aflossen met lopen en in de stoel zitten. Voor Koningsdag zien we eigenlijk toch al 2 jaar aan het trainen. Want 2 jaar geleden wisten we al dat we met zouden doen. Ik heb eerst het plezier maken op nummer 1, boven perfectie. Kom eens een keer loeren op dinsdagavond. In de mode blijven, dat goed in de muziek luisteren. Ja, dat is wel lastig. Maar doordat dat nu met de Oekraïne is, hebben ze bepaalde dingen ertussenuit moeten rollen. Dus dat is ook dat dankje van ons met de Koningspaard. Dus opletten met die vee maken, tot die scherp zien. Nou, ik ben niet streng, ik ben consequent. Ze hebben ons gevraagd van met veer koppelen met de dansen op de muziek van Rouenese. Dus dan zien we heel veel aan het trainen. Bruid op Bloed en Veut heet het nummer van Rouenese waarop de dansers woensdag te zien zijn. En misschien vindt Willem toch nog ruimte voor een kleine pirouette.